Hallo! Oh wacht, ik zit verkeerd om. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Skywars aflevering! Ik ben Melvin en ja, jullie kennen natuurlijk allemaal wel gewoon Skywars op de CubeCraft server. Ik heb weer een heleboel zin in, ik hoop weer een beetje te gaan ownen. En ik hoop ook dat jullie weer dat blauw duimpje omhoog gaan ownen. Want oh my god, 2000 duimpjes weer omhoog. Dankjewel. Laten we gewoon maar gelijk naar het allereerste potje gaan. En het allereerste potje van deze aflevering is begonnen. Jawel mensen, we spelen op de Mabones. Ja, ik moest even nadenken hoe die ook weer heette. En laat ik ook maar even gelijk beginnen met slecht nieuws. Ik heb nog niet de YouTube rank. Ik heb hem aangevraagd, maar ze hebben er nog niet op gereageerd. Dus ik weet niet hoe lang het duurt. Er stond bij dat het maximaal een week kon duren. Zondag is de week geleden dat ik het heb aangevraagd. En ja, dan anders moet ik even contact opnemen. Want er staat duidelijk 40.000 abonnees en dat ik er 4 video's op moet hebben. En dat heb ik beide. Dus ik ben benieuwd wanneer ik daadwerkelijk die rank heb. Dan kan ik gewoon een keertje OP chest aanzetten. Dat lijkt me serieus echt super komisch om te doen. En oké, die meneer die zag ik. Waar is meneer? Oh mijn god. Hier, neem fucking zwaardslagen. Oh mijn god, ik heb hem. Oké, laten we snel even armor aandoen dat hij had achtergelaten. Oké, dat moeten we snel hier even in doen. Dankjewel, dat hebben we allemaal niet nodig. Oh mijn god, en een gold apple. Oké, eerste battle is achter de fucking rug. En ik hoor nog iemand bouwen. Ik ben niet doof. Nee, nou daar zit hij. Kom op. Ja, oh! 2 kills. En hij had een diamond helm. Oké, dit gaat lekker, jongens. Dit gaat echt super goed al, jongen. We hebben full diamond armor. We hebben 2 kills in de fucking pocket. Dit gaat echt waanzinnig lekker. Ik zie daar iemand staan. Ik heb een boog. Oké, we hebben alles. Alles om een goed potje te kunnen maken. Oké, laten we hem zo meteen eraf schieten. We doen alsof we hem nog niet zien. We gaan eerst gewoon even kijken van, zien we iemand anders? En daarna, als die gozer verder gaat bouwen, dan is het ping. En dan is hij eraf. Moet je maar opletten. Wacht even, ja. Kijk hier, ga er maar af. Doei! Ha, dat was nummer 3 alweer. Oh mijn god, joh. Ik heb echt een vies veel kills dit potje. Dat gaat echt heerlijk zo. Oh, en die gozer die bouwt zichzelf even in. Nou ja, dat moet hij zelf weten. Er zijn nog 11 spelers over. Ik ga denk maar even snel hier naartoe rennen. Kom op. Ja, kijk eens aan. En oh, deze heeft deze chest niet geopend. Oh, laten we even kijken of hier wat in zit. Hop. Oh ja, een arrow. Oké, nou, dat is toch beter iets dan niets. Laten we ook maar even wat spul hierin deponeren dat we niet nodig hebben. Zo, hupsakee. Laten we verder gaan met ownen. Want, oh mijn god, we zijn goed op weg naar de eerste plaats. Oké, jongens, zit hier iemand in de buurt bij mij? Er zit hier iemand, godsamme, hij is echt goed aan het aim. Hier, neem lava. Oh, dat ging ook niet zo lekker. Oh, kut, hij heeft de lava weggehaald. Oké, hier. Kom dan, meneer. Ik zie hem wel met lava lopen. Oh mijn god, ik wist het gewoon. Ik herkende die tactiek uit duizenden. Kom dan meneer. Ga eraf. Yes! Oké, dit gaat echt zalig. Dit gaat echt gewoon, ik geniet hiervan. Zo, we hebben al vies veel kills, jongens. Holy damn. Oh, dit gaat echt heerlijk. Oké, er zijn 2 in het midden, zie ik. En er zitten 2 daar. Oké, daar is een battle gaande en er is weer eentje dood. Oké, dan. Even kijken wat we nu moeten gaan doen. Oké, jongens, als jullie kunnen zien, zijn ze nu bezig met het bouwen van een brug. En oh, meneer wil nu opeens teamen, hè? Nou, daar gaan we dus mooi niet aan meewerken. Wie ben je trouwens? Ik zie niet eens je naam. Ik zie niet welke naam er staat. Ik kan het helaas niet zien. Maar ja, ik ga niet teamen. Nee, want ik ga net zo lekker en jullie zijn met z'n tweeën. En als ik dan zogenaamd ga teamen, ga ik sowieso dood. Dus, sorry. En, oh, er staat serieus. Oh, ik zie al dat die 2 in het midden dus nu met mij willen teamen. Wauw. Oké. Ja, dus dat is ook weer zoiets. Ze herkennen mij weer. Het is altijd zo lastig als mensen mij herkennen en ze willen teamen. Want er zijn veel meer mensen die mij herkennen. En dan, het klinkt trouwens zo opschepperig, maar zo bedoel ik het niet. Maar gewoon, dan is het zo lastig om iemand wel toe te zeggen met een team en iemand niet toe te zeggen met een team. En dan moet je toch keuzes maken, weet je. Dan moet je gewoon keuzes maken. En dat is altijd soms zo lastig. Maar ja, we gaan even kijken of we misschien hier wat kunnen doen, ja. Oké, jongens, de battle is gaande in het midden. Ik ga er nu naartoe. Ik ga nu naar de battle toe. Oké. Hier, kom toch dood. Ga toch dood. Kom op. Oh mijn god, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Kom op, ga dood.
Ga dood. Nee. Oh mijn god, yes, gewonnen. Eerste potje gewonnen, oké. Peace. Oké, what the fuck, peace zag ik ook nooit. Maar dat was een lekker potje. Laten we doorgaan naar het tweede potje. Oké, what the fuck, waarom wordt het opeens donker? Overpower chest, oké, ik zie al gelijk waar dit naartoe gaat. We zitten op een fucking potje met overpower chest. En de pearl, oké, ik heb geen armor en ik moet toch maar de keuze maken om nu naar het midden te gaan met deze fucking ender pearl. Ik neem gewoon deze golden apple en we gaan gewoon naar het midden toe met dit ding. Hupsakee, en dan gaan we daar gewoon looten als een motherfucker. En dan pakken we gewoon even alle chesten die hier zitten. Hupsakee, ga naar boven toe. Ik moet trouwens even een andere chest voor pakken, want dit is niet gezond. Oké. Yes, armor. Oké, dat hebben we nodig. Ik moet het gewoon gelijk aandoen, jongens. Ik moet het gewoon gelijk aandoen. Oh mijn god, de spanning is om te snijden, jongens. Holy... Oké, ik hoorde nog iemand vallen. Hier, fucking ga dood, mijn meneer. Ga fucking dood. Hier, is het een punch 3? Ik weet niet of dit punch 3 is. Oh mijn god, een meneer heeft een gouden appel. Ik heb mijn hele inventory nog niet goed georganiseerd. Nee, ik heb nog geen punch 1. 3, what the fuck, hoe je het ook maar wil noemen. Oh mijn god. Oké, hoe gaan we dit dan doen? Wat is een beetje de sterkste zwaard dat ik heb? Dat is deze, die pakken we dus daar. Oké, ik hoor hem neer, ik hoor hem daar. Fucking ga dood. Ja, we hebben hem. Oh mijn god, en ik hoor nog één. Ik hoor fucking nog één. Doe dit, doe snel. Er ligt hier namelijk een chestplate, die moet ik hebben. Die heb ik, oké. En zie, er zit hier iemand beneden. Er zit hier fucking iemand beneden. En heb ik een punch 3 boog? Punch. Waarom heb ik... Ja, punch! Oké, punch 3. Neem een golden apple. Gewoon even lekker naar binnen werken. En verder gaan we dit gevecht. Want holy shit. Het gaat enigszins lekker, maar toch niet helemaal. En ik weet dat hier bovenop nog een chest zit. Alleen het is best wel gevaarlijk om hier naar boven te gaan. Maar dat zou mij wat wezen. Gewoon dikke YOLO actie. Oké, chest gaan we nu looten. Wat? Oh my god, doe even normaal. Dit is toch niet normaal, meneer. What the fuck? Hoezo knockback hacks, of wat? Lijkt het nou zo erg? What the fuck gebeurt hier allemaal? Voor mij heb ik zulke harde poeplek, dat is echt niet normaal. Oké, nou ja, laten we deze ook maar snel legen. Hoe gaat het met mijn schoentjes? Oh, kijk, die moeten we even omruilen. Hupsakee. Dit gaat wel lekker zo, jongens. Dit gaat echt, dit gaat goed. Dit kunnen we ook wel winnen. Een beetje geluk hebben en dan, ja, komen we er wel. Ja. Oké, jongens, op het moment van spreken zijn er nog 6 mensen over. Ik sta hier nog steeds in het midden een beetje iemand aan te vallen. Ik krijg hem niet echt goed dood. Ik raak hem ook niet, dus het is zonde van al mijn arrows. Ook al heb ik echt gewoon 3 stacks, maar oké. Daarnaast hebben we iemand die daar bouwt en... Oh mijn god, het is hem ook gewoon gelukt om te bouwen. Fucking hell. Oh, ik had veel eerder daarnaar moeten kijken. Maar oké, er zijn nog 6 mensen over, ja. Dat heb ik net ook al gezegd. En hiermee moeten wij het dus doen. Ze zitten allemaal te campen, want ja, punch 3 is gewoon... Punch 3 en dat is gewoon de reden waarom iedereen dan gaat campen hier. Maar oké, we hebben daar een gozer die bouwt en ik ga hem kijken of ik hem kan rijden. Ja, oké, doei. Dat was een mooie hit. GG Amahula. Nou, we gaan in ieder geval proberen nog een paar te doden. Ik sta hier wel echt in het midden en ik vertrouw het ook gewoon niet om te gaan bouwen. Maar aan de andere kant... Oh mijn god, nog een chest. Oké, dat moeten we niet doen. Ik plaats gewoon fucking doodloop. Nee, open nou gewoon die chest. Oké, er zit niks bijzonders in. Nou ja, ik zit een beetje te twijfelen of ik wil gaan bouwen. Want dat is echt gewoon niet veilig. Omdat fucking iedereen die pijlenboog heeft. Dus ja, dan denk ik maar even een power 2. Ja, ik ga gewoon power 2 in afschieten. Ja, we proberen wel wat. Oh mijn god! Hij is dood! Holy balzak. Oké, en die gozer die gaat de bouw hier. Neem een punch! Ha! Hij valt eraf! Oh mijn god, dan faal je toch wel even. Nou ja, er zijn nog 3 mensen over. Daar. En le moi. Oké, mensen, deze battle is nu al zo lang gaan dat ik er eigenlijk geen zin meer in heb. Want iedereen zit er toch te campen. En als ik ga bouwen, word ik er afgeschoten. Zie, dat is nou echt het risico aan dit overpower chesten. Als de afstand gewoon te groot is tussen 2 eilanden, dan gaat er gewoon niemand bouwen. En dat geval hebben we nu. Dus ja, ik weet niet wat ik ga doen. Ik zie nog wel even hoe het gaat. Maar oké, die gozer die staat eraf. Oh mijn god, en dan schiet ik mis. Wauw. Oké, die gozer die bouwt. Ja, ik heb hem. Yes, come on. Oké, die gozer die bouwt opeens. Kijk eens aan. Er is nu nog eentje over. En die gozer die loopt daar. Oké, het is dus een kwestie van hem raken. En dan moeten we hopen... Wat? Ik vloog hij nou er niet af? Oké, dat wil ik nog een keer zien als ik hem raak. Vliegt hij dan? Ja, hij vliegt wel. Oké, ik schrok even. Want ik dacht van straks heeft hij knockback hack. Nou, dan kan ik er net goed afspringen, want dat win je toch nooit. Oké, laten we eens kijken of we dit kunnen gaan winnen. Yes!
Kijk eens aan! Tweede potje gewoon al gewonnen! Fucking GG! Oké, kijk, dit is nou een leuke aflevering. We hebben gewoon twee potjes gewonnen! Laten we gaan naar het derde potje! Oh mijn god. En toen waren we alweer aangekomen bij een nieuw potje. Of alweer. Het vorige potje heeft behoorlijk lang geduurd. Maar we spelen in ieder geval op de map Pirates. De eerste twee potjes hebben we gewonnen. Toen hadden we wel een beetje geluk met de chesten. En ja, wat ik nu heb is gewoon pure stront. Godsam. Ik had een beetje gehoopt op dat ik misschien deze aflevering wel gewoon alle potjes zou gaan winnen. Maar na deze vondst is mijn hoop nabij. En heb ik er niet meer een heleboel vertrouwen op. En denk ik dus maar gewoon dat ik gelijk moet gaan fucking bouwen. Ja, YOLO. Oké, jongens, ik zit op dit eiland. Ik zit op een nieuw eiland en kijk. Oh mijn god. Oh mijn god. Als je ziet wat meneer allemaal heeft. Als je ziet wat hij allemaal heeft. Oh, dat meen je niet. Dat is toch... Oh mijn god. Oh mijn god. Dat is toch niet gezond? Dat is toch niet gezond? Hier. Nee, nee. Dat kan ik never nooit winnen. Dat is gewoon stront. Dat is gewoon stront. Dat is gewoon stront. Nou, na twee supergoede potjes hebben we een kutpotje en heb ik ook misschien nog slecht nieuws. Want we gaan naar het allerlaatste potje van deze aflevering, ja. En toen waren wij aangekomen bij het allerlaatste potje van deze aflevering. We spelen op de map Taiga, een van mijn favoriete maps. En hopelijk hebben we een beetje goede spulletjes. En we hebben inderdaad een beetje goede spulletjes. We hebben twee diamondstukjes, twee golden apples. Nou, natuurlijk wat zwaard, wat super overpowered is. Pardon, ik liet een klein boertje. Komt door de cola. Kut cola. Nee, maar in ieder geval, wij gaan proberen dit potje gewoon weer goed te spelen. We hebben niet spul waarmee we kunnen gooien. Dat is wel een beetje jammer. En, oh, hij heeft Iron Kit. Oké. Ja, laten we maar even kijken hoe we dit gaan afhandelen. Hoe we dit kunnen gaan winnen. Enzovoort. Enzovoort. Oké, zoals jullie kunnen zien is meneer al naar mij aan het toebouwen. Hier, gaat toch dood? Gaat toch dood? Who the fuck? Heeft hij fucking knockback? Nee, hij heeft knockback. Fucking knockback hacker. Fucking knockback hacker. Echt waar. Fucking hell. Het is dat ik hem gewoon zo kon aanvallen, maar oh my god. Wat een zielepiet hoor. Oh, wat heb ik een geluk daar dat hij een golden apple ging eten. Zonder grappen, maar ik kon dat echt even niet hebben. Fucking, oh. En hier, er bouwt nog eentje. Hier, neem een fucking pijl in je rug. Ja, zo, jij er ook maar af, godsamme. Knockback hackers, fuck jullie, echt waar. Scheidhekel aan die mensen. Maar ja, we hadden toch wel even die kill episch. En laat maar even kijken wat wij gaan doen. Er zit hier ook iemand naast mij en die wil gaan teamen. Maar ik zit een beetje van, ik wil niet teamen. Ik wil namelijk winnen. En ja, je kan eerst gaan teamen en daarna fucking hard gaan naaien en hem gaan doden. Dan ben je gewoon niet te vertrouwen. En oh mijn god, er bouwt iemand. Oh ja, dat was gewoon... Oh mijn god, hij is ook dood. Nee, maar ik ga denk ik niet teamen. Nee, daar heb ik geen, helaas geen behoefte aan. Ook al heb je wel beter armor dan ik heb. Ja, oké, laten we... wat gaan we doen? Ik zit even te denken. Oké, jongens, zoals jullie kunnen zien wordt meneer nu ingesloten. Want er zit ook iemand aan de andere kant. En ja, ik heb behoorlijk wat arrows misgeschoten. Ik heb er nog 9 over. En oké, hier nemen... Oh, jammer. Oh, ik dacht van, we moeten hem eraf schieten, maar dat lukte niet. Als hij nou zo meteen gaat lopen, dan schieten we hem er gewoon af. Zullen we het gaan proberen? We gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon die kill krijgen, ja. Oké, ik heb maar nog gekozen om niet te gaan schieten. En toch maar even deze brug af te bouwen. En kijk eens aan, jongens. De brug is af. De brug is fucking af. Oké, hij heeft er echt een heel dom kruis gebouwd. Wat de fuck doet hij allemaal? Die gozer die bouwt er een heel Jezus standbeeld of zo. Oké, nou ja, we gaan er maar voor. Hamahula! Yeho! Kijk eens aan. Oké, die kill is binnen. En nu gaat hij toch ook doorbouwen. Oké, snel even die aandoen. Oké. Kom op. Gedood. Hij... Nee! Kut! Oh, dat is zo jammer dat ik precies daar weer doorheen vloog. Oh, nou, in ieder geval, mensen, heb je genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden. Kom ook sexy. En als jij nog niet gaat abonneren op mij, druk snel een knopje beneden bij altijd op andere video's. En natuurlijk op Skywars, iedere zaterdag om 8 uur. Dan heb ik nu nog maar één te zeggen tegen jullie. En dat is... Doei, mensen!